bijna alle talen van Suriname dreigen verloren te gaan. Om dit te voorkomen is vandaag de Associatie van Surinaamse Taalgemeenschappen opgericht. Frank Yabini is de eerste voorzitter van de associatie en deed de formele oprichting middels het ondertekenen van de oprichtingsverklaring samen met de vertegenwoordigers van de taalgemeenschappen in Suriname. Volgens Yabini moet de taal als een belangrijk onderdeel van de verschillende culturen in het land behouden worden. Weet je, als je de taal niet kent, niet hebt, is het moeilijk om de cultuur te begrijpen. Mag ik een voorbeeld gebruiken? Kijk, we hebben gekeken naar die Eurovision. En dan merk je dat er een lied werd gezongen met een Surinaamse tekst erbij. Die man zegt, inoma brokomi. En als je dat zou vertalen, hoe zou je dat woord brokko vertalen? Het heeft een dubbele betekenis. Het is die afusensie die je niet kan wisselen, maar het is ook de persoon die je niet kan breken. Dus iemand die de taal kent, die zal ook begrijpen wat er gezegd wordt, de boodschap die overgedragen wordt. Dus die taal draagt de cultuur uit. En het is daarom belangrijk dat we dan ook de talen vasthouden. Een ander doel van de associatie is om de verschillende organisaties bij elkaar te brengen om samen te werken aan het welzijn van de Surinaamse taal in de ruimste zin des woords. Wat onder andere zal betekenen onderzoek naar de Surinaamse talen, publicaties over de Surinaamse talen, het gebruik van de Surinaamse talen bevorderen, spreekvaardigheid en ook bescherming van de taalrechten en ook advies uitbrengen aan de overheid, gevraagd en ongevraagd. We hebben na de oprichting ook al een brief geschreven naar de minister van Onderwijs om haar op de hoogte te stellen van deze associatie. En voor hoe lang zal de associatie opgericht blijven of is het voor leven lang? Dus zolang het nodig is om te werken aan de Surinaamse talen, hopen we dat ook als wij er niet zouden zijn, dat mensen doorgaan ermee. Frank Yabini, voorzitter van de Associatie van Surinaamse Taalgemeenschappen. Momenteel zijn er 9 organisaties vertegenwoordigd in de associatie, met name vertegenwoordigers voor het Alkaans, Saramakaans, Sarnami, Javaans, Nederlands, Sranang en de inheemse talen.